No more blackface. No more blackface. No more blackface. No more blackface. 5 December. 5 December. No more blackface. No more blackface. 5 December. 5 December. Is toch niet veel gevraagd, Nederland. Volgende, we gaan gewoon naar een spreekster. Ze is moedig. Ze doet zelfs. Ze gaat een tandje hoger. Zij is een van de mensen die in Amsterdam de rechtszaak, de hoorzitting, had aangevraagd wat heeft geleid tot rechtszaak en tot bij de Raad van State. Ik ben heel trots op haar, mijn zuster en een goede bekende. En zij is hier om een paar woorden tot ons te richten. En ik zou zeggen, laten we naar haar luisteren. Zij heeft meegemaakt op scholen, in de wijk. Ze heeft veel tegen zich gehad en daarom verdient zij als een van de meeste, maar voor mij een van de weinigen, heeft veel liefde van ons om te laten zien van je strijd die je levert. We staan met je en we staan niet achter je, we staan naast je. Applaus voor the one and only, mijn zuster en een goede bekende, Patricia Schoor. Beste mensen, het is goed in Utrecht te zijn. Mijn complimenten aan de organisatie van deze broodnodige manifestatie. Wat goed jullie te zien. Wij zijn hier deel van iets groots, van een landelijke beweging tegen racisme. In Utrecht kijken jullie naar ons in Amsterdam. In Amsterdam volgen wij wat jullie hier doen, onder andere richting de scholen en de universiteit, mijn universiteit ook. Vorig jaar zijn wij begonnen te procederen tegen de gemeente Amsterdam wegens het afgeven van de vergunning van de Sinterklaas-intocht met honderden Zwarte Pieten. De rechtbank Amsterdam gaf ons gelijk. Zwarte Piet is inderdaad een negatieve raciale stereotype. Het taast het fundamenteel recht op het privéleven van zwarte burgers. De burgemeester zou daarom de belangen van deze burgers in acht moeten nemen bij het toetsen van de vergunningsaanvraag. De burgemeester was niet daarmee eens en ging in hoger beroep. 16 oktober stonden wij in de Raad van State tegenover de gemeente Amsterdam en de Pietergroepen. De zaak wordt nu behandeld. De uitspraak is op 12 november, een paar dagen voor de intocht. Het gaat weer klinken in het hele land, ook in Utrecht. Wat de burgemeester zegt in zijn hoger beroep is dat ten eerste de discussie over Zwarte Piet plaats hoort in de maatschappij en niet in de rechtbank. De burgemeester geeft volgens hemzelf een neutrale rol als mediator in dit maatschappelijk debat. Als burgemeester van alle Amsterdammers treedt Eberhard van der Laan hier in de gedaante van burgervader. Ten tweede zegt de burgemeester en dus niet meer de burgervader, beperkte taken en mogelijkheden bij het beoordelen van aanvraag voor een evenement vergunning te hebben. Van der Laan zal dus niet bevoegd zijn zo'n aanvraag te toetsen op de schending van fundamentele rechten. Hij kan het dus niet, zelfs mag hij het niet doen. Voor een leek als ik is het moeilijk te begrijpen hoe ambtelijke regels vorm krijgen boven moraal en ethiek. Voor een gewone burger als ik is het moeilijk te bevatten dat in de formalistische toepassing van regels de overheid racisme een vrije brief geeft. Sinterklaas is het Nederlandse kinderfeest bij uitstek. Tijdens november en december komen kinderen dagelijks in aanraking met het figuur Zwarte Piet op school, in winkels, televisie, overal in de publieke sfeer. Deze aanwezigheid alleen al bewijst dat het feest inclus Zwarte Piet niet alleen wordt goedgekeurd, maar vrijwel zeker ook vergoeilijkt. Ik stond voor de Raad van State als moeder van twee witte kinderen. Als Jood leer ik mijn Joodse kinderen de rijke geschiedenis van de Jodendom en het stigma dat Joden droegen, ons verleden van uitbuiting en moord. Ik heb mijn kinderen geleerd dat in dezelfde 19e eeuw, toen
Zwarte Piet geïntroduceerd werd in de vele oudere Sinterklaas-traditie. Een andere raciale karikatuur, dat van de Jood, ook deel uitmaakte van de volkscultuur in het Westen. Men vond toen amusement in het naspelen van de Jood als gierig persoon met zijn grote neus, zijn bochel en zijn zakgeld. Dat was, heb ik mijn kinderen geleerd, het pesten van een groep die op veel andere manieren als minderwaardig behandeld werd. Terecht hebben we dat niet meer. Daarentegen blijft de racialkarikatuur van zwarte mensen een centrale rol spelen in de Nederlandse volkscultuur. Zowel binnen openbare instanties zoals scholen als buiten, rond het grootste nationale volksfeest, Sinterklaas. Mijn kinderen hebben instinctief begrepen wat ik ze uitlegde. Ze weten immers dat zwarte kinderen uitgescholden worden als Zwarte Piet, op het schoolplein en daarbuiten, terwijl ze horen van juffen en meesters, van gezaghebbende volwassenen, dat pesten niet mag. Voor mijn kinderen is Zwarte Piet dus ook geen pret. In de dialoog die wij moeders al 3 jaar hebben met de school van onze kinderen, hebben we nooit gewillige oren gevonden om een ernstig probleem, racisme in het basisonderwijs, te confronteren. De school heeft altijd vastgehouden aan de traditie. De kwestie van racisme bleef onbespreekbaar. Op zo'n manier werd racisme juist gesanctioneerd en nog ernstiger. De school doet vol overtuiging een blackfacing. Recentelijk zei de school tegen ons dat zij de maatschappelijk debat volgt. Hierbij plaatst de school het debat tussen deze moeders en de school zelf buiten de sfeer van het zogenoemd maatschappelijk debat. De directie zegt daarnaast de lijn van burgemeester Van der Laan te gaan volgen, in plaats van zelf in de dialoog met ons en elke andere ouder die belangstelling hiervoor heeft, tot een verantwoorde beslissing te komen. Wij herkennen de lijn van burgemeester Van der Laan, die de bestuurdersplaats inneemt in wat hij zelf betitelt als het maatschappelijk debat. Voor de burgemeester vindt dit plaats tussen partijen die hij zelf kiest, partijen die vrijwel onbekend blijven voor de rest van de samenleving, en vindt dit maatschappelijk debat dus plaats achter gesloten deuren. Dit alles terwijl de burgemeester zich uitspreekt tegen elke positie ten opzichte van Zwarte Piet die van bovenaf opgelegd wordt. Deze houding zal dus het wegblijven van een positie ten opzichte van racisme bij het verlenen van de vergunning voor de intocht verklaren. De burgemeester zal dit debat aan de maatschappij overlaten. Toch? Daarnaast zal Van der Laan zich als neutrale mediator opstellen, geheel in lijn met de rol van burgervader. Toch heeft de burgemeester zijn eigen duidelijke ideeën over Zwarte Piet, die uitgebreid aan bod zijn gekomen in de media in de laatste jaren. Zwarte Piet zou geleidelijk moeten veranderen, zodat Sinterklaas een feest voor iedereen is. Haast vanuit de gemeente Amsterdam om een raciale stereotype te verwijderen uit een kinderfeest is niet in de orde. Deze verandering laat de burgemeester primair over aan de Sinterklaascomité's, die dus blijkbaar een voorrecht hebben, volgens onze burgervader, om een volkstraditie te bepalen. Dit allemaal terwijl volgens de gemeente de burgemeester niet als beslisser of zedenmeester moet optreden. Mij lijkt het duidelijk dat dat wel degelijk gebeurt, informeel. Formeel gezien treedt de burgemeester op als een ambtenaar met zeer beperkte macht en verantwoordelijkheid bij het verlenen van de vergunning voor de intocht. Mij lijkt zijn bureaucratische benadering tot het verlenen van deze vergunning wel degelijk als het innemen van een positie, namelijk het toelaten van racisme in het Amsterdamse en Nederlandse kinderfeest.
Tot slot wordt er in de burgemeesters maatschappelijk debat ingegaan op de gevoeligheden van de liefhebbers ten opzichte van een racistische deel van deze traditie, die even goed meegewogen moeten worden als de gevoeligheden van zwarte mensen die gekwetst en gebrand worden door deze raciale stereotypen. De burgemeester spreekt in zijn huidige vergunning van 2014 van een fair balance. Mijn vraag is hoe in deze scheve verhouding men denkt over de zwarte kinderen die jaarlijks geconfronteerd worden met raciale, racistische scheldpartijen en een verplichte gezelligheid voortvloeiend uit het plezier hebben door het stigmatiseren van mensen zoals henzelf. Hoe in deze scheve verhouding denkt men over de witte kinderen die spelenderwijze leren dat een raciale karikatuur normaal en acceptabel is eigenlijk. Het is een onmisbare deel van het Nederlandse kinderfeest. Terecht stelde de rechtbank Amsterdam dat de kwestie van racisme, Zwarte Piet en Sinterklaas wel degelijk hoort in de rechtbank ook. Gezien het belang daarvan in de Nederlandse samenleving en het feit dat de maatschappij buiten de rechtbank niet tot een bevredigende uitkomst is gekomen. Racisme is inderdaad een ernstige zaak. Het is dus geen kinderpret. Wachtend op de uitspraak van de Raad van State, maar niet afwachtend, want het zijn wij, burgers, die de sluipende maar doodgezwegen racisme in deze samenleving tot het onderwerp van het publieke debat hebben gemaakt en het leven houden, wens ik mijn kinderen en alle andere kinderen in Nederland een komende Sinterklaas zonder racisme. Ik wens een Sinterklaas zonder Zwarte Piet. En dat gaan wij regelen. Thank you.